Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een behind the scenes video. Ik ben Stefan Segers en we gaan kijken naar de fotoshoot bij de Silverdome in Zoetermeer. We wilden iets vrolijks en unieks creëren en besloten om kinderen uit te nodigen om als model te dienen bij en de schaatshal tot leven te brengen met hun kleurrijke outfits. Onze eerste stop was het bovenste gedeelte van de hal, waar we de kinderen fotograferen in een setting met een combinatie van flitslicht en daglicht. Hier konden we een reeks foto's maken van de kinderen in hun kleurrijke outfits terwijl ze schaatsten en plezier hadden. Het was wel een uitdaging om de juiste belichting te krijgen, maar met een beetje experimenteren en aanpassen waren we in staat om enkele fantastische foto's te maken. Daarna zijn we naar het ijshockeygedeelte gegaan waar we de kinderen fotografeerden met de mascotte en de indrukwekkende hal op de achtergrond. We wilden de dynamiek en energie van het ijshockeyveld vastleggen en creëerden enkele levendige foto's van de kinderen in actie. Het was geweldig om de kinderen te zien genieten en zichzelf uit te dagen tijdens het schaatsen. En als laatste gedeelte zijn we naar de bar gegaan waar we een kinderfeestje hebben nagebootst om de kinderen lekker even stoom te laten afblazen. We lieten de kinderen eerst even lekker hun gang gaan, waardoor ze zich meer op hun gemak voelden en we dus meer spontanere foto's konden maken. We hadden een feestelijke setting gemaakt waar ze plezier konden hebben en hun ware persoonlijkheid konden laten zien. En het beste van alles is dat een van de foto's heel groot is afgedrukt op de buitenkant van de hal. Het is echt geweldig om te zien dat onze inspanningen tot dit mooie resultaat hebben geleid.